In een ontwerpproces is het belangrijk om vast te stellen wat je ontwerp moet doen en om daarnaast op een rij te zetten op welke punten je de prestatie van alternatieven gaat vergelijken. Dat gaat over functionele eisen en prestatiecriteria. Maar voor al die criteria geldt dat ze toetsbaar moeten zijn. Ze moeten een hele specifieke betekenis hebben. De technische term daarvoor is een, dat ze operationeel gedefinieerd zijn. En daarnaast wil je dat ze toegankelijk zijn, in andere woorden dat uh, het ook in de praktijk. Mogelijk is om de meting die je hebt gedefinieerd te doen. Nou, dat klinkt allemaal vrij voor de hand liggend, maar de ervaring leert dat het best complex is. Sterker nog, dat ook ervaren ontwerpers en ingenieurs die al jaren ontwerpprojecten uitvoeren, nog steeds heel veel tijd kwijt zijn aan discussies over waar gaat het nou om? Wat bedoel je met een bepaald criterium? Wat betekent het om een bepaalde functie goed uit te voeren? Hoe kun je dat? Operationeel, met een specifieke betekenis en toegankelijk, ook in de praktijk toetsbaar, definiëren. Een voorbeeld dat heel goed laat zien hoe belangrijk het is om criteria toetsbaar te formuleren, is veiligheid. Eigenlijk is dat een eis uh, dat in elk ontwerpproject terugkomt. Producten, systemen, instrumenten moeten altijd veilig zijn. Maar wat betekent dat precies? Neem bijvoorbeeld deze vier auto's. Als jij nou zou moeten zeggen. Welke van deze vier is het veiligst? Als je ze vergelijkt op het criterium veiligheid. Welke scoort er het beste op veiligheid? De truc is natuurlijk dat hier geen goed antwoord op is. Als je in een oorlogszone rond gaat rijden, ja, dan is die leger Jeep het veiligst. Maar als je met 300 km per uur ergens tegenaan gaat rijden, ja, dan kun je waarschijnlijk het beste in die Formule 1-wagen zitten. In het normale verkeer, als je op een normale manier rijdt, dan wil je waarschijnlijk het liefst in die Volvo zitten. Aan de andere kant, als je door een van deze auto's aangereden wordt, welke zou je dan het liefst dat het is? Ja, dan heb je waarschijnlijk het liefst dat het dat invalide wagentje is. Die is heel licht, hij kan niet zo hard, dus die is het minst gevaarlijk voor de mensen eromheen. Dus het maakt nogal uit, veilig waar, in welke omgeving. Wat ga je precies doen? En veilig voor wie? Dus voor elk criterium vraag je altijd twee dingen af. Op welke schaal bepalen we dat? In welk getal of in welke categorie drukken we dat uit? En twee, hoe bepalen we dat in de praktijk? Hoe kunnen we dat ook daadwerkelijk toetsen? En daarbij is het woordje goed altijd fout. De schaal van een criterium kan niet zijn dat het duidelijk, duurzaam, netjes, gemakkelijk of goed is. Die woorden betekenen. Niet specifiek genoeg iets. Wel kun je criteria stellen in termen van snelheid, tijd, gewicht, aantal, kosten, volume, afmetingen, vermogen, druk, kracht, etc. Oké, okay, dus samengevat, voor alle criteria geldt dat ze operationeel gedefinieerd moeten zijn, ze moeten een specifieke technische betekenis hebben en ze zijn toegankelijk. Je moet dat ook in de praktijk kunnen toetsen, kunnen bepalen, die waarden. En dat geldt nogmaals voor alle criteria. Of het nou om functionele eisen of prestatiecriteria gaat, maakt niet uit. Het moet duidelijker zijn wat je ermee bedoelt. Dus ontwikkel een allergie voor de, van die wollige woorden als goed, comfortabel, lekker, makkelijk. Die dingen betekenen niet zoveel. Een ingenieur en ontwerper moet daar specifiekere betekenissen voor verzinnen.